Op Nieuwjaarsdag heb je overal de traditionele nieuwjaarsduiken. 3, 2, 1, go! In Erm springen rond het middaguur zo'n 50 mensen in het water. Koud! Heel erg koud! Ik heb voor mij een beetje krampverschijnsel in mijn benen, maar dit was echt heel koud. Wat is hier nou leuk aan? Gewoon de nattigheid, hè. En wakker worden op eerste dag van het jaar, hè. Wat vind jij, Joep? Goed. Dat was hartstikke lekker, hè. Tot goeiedag. Wij willen geld inzamelen voor Wild Servants. Wij gaan deze zomer met een groep jongeren op pad. We gaan, een deel van de groep gaat naar Bangladesh en de ander gaat naar Zambia. En daar gaan we de handen uit de mouwen steken. Bouwen aan een school en een lepra-kliniek. En ook het water van de Klinkervliezenplas in Coevorden is er klaar voor. Net als de 400 duikers. Op zich proberen we elk jaar een ander doel te kiezen. Een goed doel wel te verstaan. Dus we hebben voorheen veel voor de jeugd gedaan. En dit jaar hadden we zoiets van, nou, laten we toch ook voor de ouderen wat doen. Dus we hebben in combinatie met Theater de Hofpoort hier in Coevorden hebben we een leuke avond gaan we organiseren voor de ouderen, zeg maar. Maar wel leuk. Wat is hier leuk aan? Nou, gewoon de kick die je krijgt. Dat is wel grappig. Gewoon de kick van de kou even. Echt dat nieuwe jaar. En dan, want het is al voor de 8e keer dat ik het doe. Maar het is gewoon leuk. De afgelopen week is er vanuit de reddingsbrigade kritiek op de nieuwjaarsduiken. Er zouden te weinig voorzorgsmaatregelen worden genomen om de duik veilig te laten verlopen. In ons geval, we zorgen altijd dat een huisarts aanwezig is. We zorgen altijd dat de EHBO aanwezig is. In principe proberen we elk jaar ook de duikersvereniging van Coevorden Spirula gaat met 3 man het water in om vanuit het water eigenlijk toezicht te houden op vanaf die kant. Nou, ze hebben wat mensen op wat hogere punten staan om toch toezicht te houden. En uiteraard in de aanloop, letterlijk en figuurlijk in de aanloop naar het water toe. Voor die tijd proberen we gewoon om te roepen van jongens, let op. Vooral de kleintjes, let op elkaar, loop elkaar niet onder de voet. Het is eigenlijk uit de grap begonnen en het is nu de 5e jaar. En we blijven het gewoon doen. Lekker nieuwe jaar in. Lekker fris. Trek snel wat warms aan. Ja, precies. Dank u wel.